De situatie zoals die hier aan de hand is, kijk, hier achter mij ziet u een bedrijf dat tot een jaar of 10 geleden was dat een bedrijf met ongeveer 100 stuks vee. Ongeveer een jaar of 10 geleden is het uitgebreid, hè. Toen is die grote groene stal erbij gekomen, toen is het uitgebreid naar circa 300 stuks vee. Doordat het intensieve veehouderij geworden is, de bestemming, heeft hij nu een aanvraag gedaan voor een nieuwe stal. En die stal die wordt dan 3200 vierkante meter, 11,5 meter hoog. Oftewel, hij gaat van circa 300 stuks vee nu naar 1400. Ja, en het wordt dan intensieve veehouderij. Hè. Die dieren zitten dan in één stal opgesloten, zeg maar. Het is echt een soort van een vleesindustrie geworden. Ja, en dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Met zwarte bolletjes omgeven, dat is dan het zogenaamde bouwblok waar het om gaat. En we zien hier zo de rand van de bebouwde kom. De afstand tot het dorp is zeg maar minder dan 100 meter. Ja, de grens van de bebouwde kom. En dus de risico's die zijn gewoon te groot om een dergelijk bedrijf te beginnen. De gezondheid is zeker een aspect wat een rol speelt en is zeker een aspect waar ik me zorgen om maak. Het is ongeveer een jaar of 10 geleden dat ik zelf met Q-koorts te maken heb gehad. Ja, ik ben nog nooit in mijn leven zo ziek geweest als toen. Ja, gelukkig heeft de medische wereld mij kunnen helpen. Dat voordeel heb ik dan bij de pech die ik had. Ja, want ik ben er wel van hersteld, waar ik heel blij mee ben. Eigenlijk is het inderdaad zo dat we in onze achtertuin, men spreekt over een megastal. Ik zou het bijna een gigastal willen noemen, nog groter. Ja. Maar dat is wel de situatie. Als we het hebben over dit soort stallen, dan moet je dat ook aanmerken feitelijk als industrie. Ja, het is geen agrarisch gebeuren meer. Hè. Bij agrarisch gebeuren denken we aan koeien die letterlijk in de wei lopen, of in ieder geval de gelegenheid hebben om buiten te komen. Ja, dit zijn dieren die worden in grote stallen, grote hokken opgesloten. Er wordt voer naartoe gebracht. Hè. Uiteindelijk vlees wordt weer geëxporteerd naar het buitenland. Ja. En wij zitten hier met een milieubelasting. Dus dat zou je als industrie moeten gaan aanmerken. Dan gelden er ook andere regels. Ook met betrekking tot geluidsnormen bijvoorbeeld. Uiteindelijk, als je kijkt naar milieu en gezondheid, dan is deze omgeving overbelast. En dan zullen we uiteindelijk toch naar minder dieren toe moeten. Dat is gewoon zo.